Omwonenden mochten zaterdag voor het eerst sinds de bouw in 1964 een kijkje nemen in het voormalige munitiedepot. Met lege voertuigen werden ze vanuit Nieuw-Balingen naar het complex even buiten het dorp gebracht. Enkele honderden Nieuw-Balingers maakten gebruik van deze unieke gelegenheid. Voor het eerst konden de omwonenden nu eens met eigen ogen bekijken hoe het al die jaren achter de hekken er nou uitzag. Het munitiecomplex sprak natuurlijk wel tot de verbeelding in het dorp. Toen die bunkers gebouwd waren, toen zeiden ze van ja, wat komt er allemaal in? Hè? Wat komt er raketten in of komt er dit in? Als er eens een keer een ontploffing komt, wat blijft er van die boiling over? Dus die angst die leefde toen wel. Nou ja, goed, eerst vandaag hopen en er is gelukkig nooit niks gebeurd. En ik denk dat als er maar heel weinig weet wat in die bunkers liggen, dat weten wij ook niet. De 8 bunkers uit de Koude Oorlog blijven staan. Inwoners van Nieuw-Balingen mogen meedenken over een nieuwe bestemming voor die bunkers. De dienst Landelijk Gebied gaat bekijken of die ideeën kunnen worden ingepast in het nieuwe natuurterrein. De bezoekers van de open dag lieten hun fantasie alvast de vrije loop. Ik vind een bungalowdorp of zo vind ik wel heel leuk in. Het leek me heel mooi om hier prettig te wonen. En ja, overdekt zwembad, dingen die bij ons dorp niet zijn. En dat ze hier kunnen komen, dat lijkt me wel heel erg leuk. Ik denk iets van paintballen of survival of zoiets. Ik heb nog geen ideeën, maar ik vind het wel spannend om te zien allemaal. Ideeën voor de 8 bunkers kunnen nog tot 25 november worden doorgegeven aan de dienst Landelijk Gebied.